Trustbank Amana is nu de beheerder van het KMO-fonds. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, ESOTI, gisteren een beheersovereenkomst ondertekend met deze bankinstelling op het kabinet van de president. De KMO-unit is een werkarm van het ministerie en belast met het begeleiden en monitoring van financieringsaanvragen. Ondernemers uit alle sectoren kunnen via de KMO-unit een financiering aanvragen. Minister Reshma Kuldeep Singh zegt dat het ministerie nu ervoor zorgt dat KMO's een makkelijke manier vinden voor financiering met een rentepercentage van 5,5%. Het fonds zal een fonds zijn die zichzelf zal beheren uiteindelijk. Omdat wij ook erop stonden dat een deel van de percentage terug moet vloeien naar het fonds. Het moet revolverend zijn. Het moet niet zo zijn dat we altijd van de overheid moeten verwachten dat zij het fonds zullen aanvullen. Vandaar dat we hebben gezegd dat een rentepercentage, een deel van de percentage, terug gaat vloeien naar het fonds. Dat was een issue omdat wij niet iedereen achter ons kregen. En uiteindelijk is Trustbank Amana deel geweest van we gaan met u mee. Eduard Kijo, Group Head Operations Trustbank Amana, geeft aan dat de bankinstelling een bijdrage wil leveren aan duurzaam financieel welzijn om de economie van Suriname verder te ontwikkelen. Ook hij is de mening toegedaan dat KMO's de ruggengraat vormen van een economie. Daarom moet de bijdrage van KMO's gekoesterd worden. Trustbank Amana staat klaar om haar bijdrage te leveren voor duurzame financiële en economische ontwikkeling. En de beschikbare fondsen die door de overheid via het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie ter beschikking worden gesteld en onder ons beheer zijn, zullen samen met het KMO-bestuur doelmatig worden aangewend aan de daarvoor in aanmerking komende groepen. Concrete bijdrage hierin is inkomensvorming en de bevordering van de nationale productie, ten einde de Surinaamse economie extra impuls te geven en te werken aan de vereiste diversificatie die we hard nodig hebben. En hiermee wordt ook gewerkt aan het versterken van de concurrentiepositie en verdiencapaciteit van de KMO's. En wij kijken uit naar de complete financieringsaanvragen voor een vlot verloop van afhandeling, opdat wij samen kunnen putten uit de vele voordelen. De KMO-unit van EZ verzamelt alle informatie die de bank nodig zal hebben om een financieringsaanvraag te beoordelen. De doelgroep die voor een financiering in aanmerking komt zijn ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn, startende bedrijven en bedrijven die onvoldoende onderpand hebben of een doorstart maken.